Ja, Robert van Boksel, eerst even over de wedstrijd. Ja, dus verlies met 0-1. Vind je dat terecht? Nou ja, vaak als je verliest, dan is het terecht, hè? Want zij hebben er één meer gemaakt dan ons. Maar goed, het spelbeeld gezien denk ik dat we iets meer verdiend hadden. Ik denk dat we eerste helft, ja, leek het wat slapjes allemaal. We wilden wel vooruit, maar dat lukte niet. Dus ja, uiteindelijk de opbouw veel via Brian en dan ziet het er toch wat futloos uit. En dat ebte iets te lang door en ik denk dat we 10 minuten voor de rust een beetje het gevoel hadden van nou, dan gaan we maar gewoon de bal erin gooien en van daaruit op hun helft maar de duels aan. En dan zie je dat er ook meer energie in komt en dan is het vanaf de zijkant wellicht wat interessanter. Ja, en ik denk dat hij wel een paar keer goed had kunnen vallen. Hij viel misschien ook wel goed, alleen stond er weer eentje op de lijn. Dus ik denk al met al ja, niet helemaal terecht, nee. Nou, je zei net al, het lukte niet voetballend. Kan je uitleggen waarom dat niet lukte? Nou ja, als we dat wisten, dan hadden we dat natuurlijk wel gewijzigd. Maar we merkten gewoon dat we ja, in de opbouw kwamen we niet voetballend zeg maar, op hun helft. We houden dus 1 of 2 aanvalletjes en dan zie je ook wel gelijk dat we gevaarlijk werden. Ja, zij speelden gewoon heel compact. 4 man achterop en de 3 middenvelders die eigenlijk ook weer kort op hun verdediging stonden. En de voorste 3 die wilden wel druk zetten en die doken die ruimtes in de omschakeling. Dus ja, het was gewoon overvol. En ja, dan krijg je weinig diepte in je spel. Dus uiteindelijk besloten om maar ja, vanuit de reactie te voetballen. Dus die bal meer erin te gooien en van daaruit ja, hoop op mogelijkheden. Is het dan pech dat hij dan uiteindelijk niet valt? Ja, wat is pech? Pech vind ik altijd zo lastig te verklaren. Kijk, uiteindelijk zou hij een keertje goed kunnen vallen. En ik denk dat hij in de 16 regelmatig ook terecht kwam. Alleen ja, elke keer wisten zij hem gewoon weg te werken. Of iemand dook er weer voor. Of Ruben Valk, zeg maar, die pakte een paar goede ballen. Ja, weet je, pech is zo lastig te verklaren. Ik denk gewoon dat het allemaal net niet was. Ja, jij ging er ook nog uit. Had het al iets met voorzorg te maken of kon je niet meer? Nee, dat is op zich. Het is niet echt heeft met voorzorg te maken. Het gebeurt wel regelmatig dat de trainer gewoon aanvallend wil wisselen. En dan offert hij meestal een verdediger op. En ja, regelmatig offert hij mij op. Goed, daar ben ik wel van op de hoogte. Dus het is niet zo dat ik daar wakker van lig of zo. Maar nou, ik had zelf wel door willen gaan. Maar uiteindelijk is het een tactische overweging van de trainer. En dan maakt hij de keuze om mij een rol eraf te halen. En dat is helemaal terecht. Ja, dan even iets anders. Je hebt je droomtransfer te pakken, hè? Ja, ik ga weer terug naar mijn roots, zoals ik het gezegd heb. En nou ja, ik heb het al bij meerdere media verklaard. Het is mooi geweest, weet je. 20 jaar lang, misschien wel meer, heeft het leven alleen maar om voetbal gedraaid. Mijn agenda bepaalt, niet alleen die van mij, ook van mijn gezin en van mijn vrouw. Dus ja, en nu... Weet je, nu voetbal ik nog. Nu kan ik het nog bijbenen tussen aanhalingstekens. En nu heb ik zoiets van, ik wil ook geen afscheid nemen als een opa, zoals ze me af en toe al noemen. Dat ze zeggen van, je bent niet meer vooruit te branden. Dan wil ik het liever in eigen handen houden. En ja, weet je, dit is een mooi moment. Ja, en ook met je broer dan, gelijk? Ja, mijn broer die speelt bij VV Zwanenburg ook. In eerste instantie ging ik ook ervan uit om met hem te voetballen. Maar ze hebben me toch gevraagd om bij de selectie aan te sluiten. En ik heb zoiets van, weet je, zolang ik dat kan opbrengen en zolang ik het leuk vind, heb ik ook gezegd bij ze, dan sta ik gewoon ingeschreven voor de selectie. Maar ik wil wel zelf bepalen, wel of niet. En ja, weet je, daar heb ik wat vrijheid in gekregen en daar ga ik ook zeker gebruik van maken. Ja, welke klasse is het? Op dit moment spelen ze zondag 4e klasse. Dus ze hebben wel een periode gepakt. Dus er zit nog een kansje in dat ze naar de 3e klasse gaan. Maar goed, ja, weet je, uiteindelijk is het leuk als ze dit jaar promoveren. Want dan is het niveau enigszins nog een beetje... ja, dan kan je nog praten over niveau. Maar goed, ik weet, voor mij is het zeg maar dat ik gestopt ben. En dat ik nog leuk vind om te voetballen. En dat doe ik dan bij de club waar ik dichtbij woon. En waar ik ooit begonnen ben als pupil. En daarmee is de cirkel rond, toch? Ja, en daar sluiten we het mee af, inderdaad. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Yes. Hey, goed weekend nog.